Het verlenen van décharge moet aangepast worden. Dat is een van de prioriteiten van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, in het komend jaar. Vandaag, tijdens de huldiging van jubilarissen en de jaarafsluiting, stond directeur Michel Amavo stil bij het verloop van het dienstjaar 2023 en de vooruitzichten in 2024. Hij lichtte toe hoe belangrijk décharge is voor de verdere ontwikkeling van de MAS. Want u de cijfers gezien, maar het bedrijf moet inkomsten hebben. En om die inkomsten te blijven garanderen, u heeft gezien, we hebben gewerkt aan dat baggerproject. We hebben toename gezien van de exporten. Maar de tarieven moeten ook aangepast worden. Maar wat nu moet plaatsvinden, Prescom, ik kijk weer naar uw waarnemend Prescom, is de décharge die de regering moet verlenen aan het bedrijf. Dus we hebben de jaarrekening 2019 tot 2022 nog open. Dus ze zijn al af, laat me dat goed zeggen. Ze zijn al gemaakt, al goedgekeurd door de accountant. Maar zou ik haar décharge naar dat ik aandeelhouder moest doen en dat teken dat je inderdaad we go akkoord alles aan die moet. Dat na décharge. Nou, een Frans woord zou we hanteren in een geval die zie. Dus alle de jaarrekeningen voor MAS in orde, maar een regering die aanzet voor keurde goed gewin. Vandaag is ook het feit herdacht dat de MAS al 16 jaar achtereenvolgens wordt voorzien van een ISO-certificering. Daarnaast werden in het bijzijn van de Raad van Commissarissen 11 jubilarissen gehuldigd en 2 personeelsleden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, bedankt voor hun bewezen diensten aan de MAS. RVC-lid Gilbert van Dijk heeft toegezegd dat het verlenen van décharge de nodige aandacht krijgt. Moet je gekke dingen doen om mensen versnelling te krijgen in de afhandeling van al deze punten. Want de MAS, u, de directie, kan blijven werken en het goede werk doen. Maar de zaken moeten geaccordeerd worden, de zaken moeten getekend worden, de formele stukken moeten ingeleverd worden bij de MAS. En klaarblijkelijk moeten we een Tjawantje Ogrena spel om het te laten gebeuren. Dus daar is ook weer gezamenlijke effort tussen de raad, de directie, de vakbond en u allemaal. Want wanneer ze zien dat we één zijn, gaat u zien hoe snel het gaat. De MAS heeft na de verzelfstandiging zonder overheidsmiddelen het personeel financieel goed kunnen waarderen. De ondervoorzitter van de bond, Bisay Alida, blikt tevreden terug op de geboekte resultaten voor het personeel na goede onderhandelingen met de directie. We hebben heel snel kunnen onderhandelen en een zodanig resultaat bereikt dat er een win-win is. Het bedrijf kan het dragen en voor ons als medewerker is het ook redelijk goed. We hebben een moeilijke vakbondsjaar gehad. En we durven het te zeggen. Waarom? De vakbond zoals van oudsher zouden wij als collectief moeten optreden. Maar we zien de verdeeldheid. We kunnen het hier niet oplossen. Maar we hebben het wel in mind.